daar staat Jasper te praten. Ze is niet geïnteresseerd. Ik heb geen TikTok, hè. Oh, ja, dat lijkt wel op mayonaise. Nee, mayonaise. Hallo iedereen, welkom bij onze nieuwe video. Mijn naam is Michiel. Mijn naam is Lief. Mijn naam is Yves. Mijn naam is Laura. Mijn naam is Bram. Mijn naam is Jasper. En Bob is er ook weer vandaag. Hey. Dag Bob. En vandaag wordt de dag iets anders dan anders, want normaal gezien doen wij alles samen, ja. Maar vandaag gaan we wisselen van partner en op het einde van de dag gaan we kijken welk duo de meeste punten heeft behaald. Okay. Dat is mijn boei. De vraag van vandaag is wel, wie zal bij wie zitten? En ja, dat gaat Bram zijn spelletje beslissen, want hij heeft zo'n raar spel op zijn gsm, maar het werkt wel. Kijk eens naar de laatste knuffel hier. Ja, we mogen een afscheidsknuffel. Het zal gaan, hè? Als we wisselen gaat het niet zo intiem worden, voor alle duidelijkheid. Jasper, ja, Jasper kijkt er al naar uit, precies. Oh. Oh. So cute. We leggen onze vinger erop en wie als eerste gekozen wordt, gaat partneren met het meisje dat als eerste gekozen wordt. Dat is een werkwoord, hè. Ik partner, jij partnert. Wij partneren. Zo het zijn. Allee, kom op. 3, 2, 1. Oh. Oh, dat ben ik. Dus, Ize en Laura. Wie als eerste gekozen wordt, die wordt het. 3, 2, 1. Daar gaan ze. Laura is geel, Ize is groen. Te geel! Wacht. Wat is dit? Jij bent vandaag. Ja, Jasper was super snel. Rustig. Vandaag is het team Laura Michiel, Jasper Ize, Celine Bram. Kom maar. Oké, ik wens jullie veel succes met dit. Team for the win! Vandaag wordt het een heel leuke dag. Ja. Want we gaan naar Amsterdam. We gaan kijken naar Amsterdam. Het wordt een hele drukke dag. Hij is in de tribune. En niemand die ons stoppen kan. Why are we still here? Just to suffer. Er zijn twee korte challenges voor we vertrekken. De eerste is een bijnaam verzinnen voor de partner van de dag. Het eerste woord waar je aan denkt als je aan Jasper denkt. Bob. Bob. Nee, Bob mag niet. Bob is al iemand anders. Denk maar, het eerste woord waar je aan denkt. Nee, wat is het eerste waar je aan denkt? Je moet niet denken, gewoon. Het eerste woord. Klein. Kleiner. Ambetant. Kom. Maar kleine, Ize is voor jou kleine. Het is alleen dat we begonnen zijn. Ik ga voor Snoopy. Wat? Snoopy. Kleine en Snoopy. Ja. Ik heb wel een idee voor Laura, want ze heeft zo blauw-witte strepen. En dat doet mij een beetje denken aan de kust. Aan zo'n zeeman, maar je bent natuurlijk geen man. Zeevrouw vind ik raar, dus dan had ik Marine. Maar Marine is ook niet duidelijk genoeg, dus ik noem je Marientje. Marientje! Marientje! En wat is jouw naam voor mij? Kolleke. Kolleke, omdat ik een kol heb. Ja. Ja, dat kan er nog door, ja. En jullie? We waren nog even aan het overlijden. MVP. MVP, in het Engels. Ja. En wat wil dat zeggen? Zeg maar je beste Engels. Most valuable player. Ja, dat kan erdoor. De bijnamen waren de eerste challenge van vandaag. En jullie beslissen wie deze ronde wint. Dus welke bijnamen vinden jullie het leukst? Laat het weten in de reacties. En voor we vertrekken is het ook tijd voor challenge 2. Een begroeting, een handshake. Jullie krijgen 5 minuten om te oefenen. Ik heb me wel opgemaakt voor jou vandaag. Heb je dat gezien? Ja. We zijn aan de winkel geweest. Het ziet er wel chic uit. Maar we hebben een shake. Ja, wij zijn natuurlijk twee grote voetbalfans. Dus we hebben deze alleen niet. Dat is voor hetzelfde. Jasper en Laura? Dat is omdat ik het gewoon ben. Het is wel Snoopy. Sorry. Snoopy en Poopy, I don't know. Oké, mooi. Oh, ik hoor daar Su. Is Ze hebben ons nagedaan, ik zeg het je. Michiel en Laura staan voor ons te oefenen. En ik hoor zo! Wat zijn dit? Niet creatief. Niets creatief. Jawel, wat? Ik heb oprecht. Het is gewoon en dit is gezien. Oprecht. De shake van Jasper en Ize. Nu dat plakken altijd al. Ja, niet slecht. Niet creatief. Van ons? Ja. Oké. Zoom! Wauw, mooi. Maar ja, het lijkt een beetje op ons. Bij ons is kort en krachtig. Oké. Wordt geliefd, moet je. Zoom! Ja, nee, dat is de standaard. Nee, dat is de standaard. Kort en krachtig. We're basic, we're powerful. Oké, ik denk dat dit is te subjectief om punten te geven. Dus we gaan gewoon ook de kijkers laten beslissen wie de beste subjectief, maar dan meen je niet. Dat wil zeggen dat iedereen denkt van dit is leuker of dat is leuker. Je kan niet echt zeggen wie de winnaar is. Zoals jullie kunnen zien zitten we in de auto. We zijn onderweg naar Amsterdam. Jasper is aan het lachen. Want Laura zit naast mij, Jasper zit naast Ize en helemaal achteraan zitten Bram en Celine naast elkaar. Hebben jullie er zin in? We gaan trouwens kijken naar Ajax Feyenoord. De eerste vrouwenvoetbalwedstrijd van Ajax in het stadion De Arena. Maar het is tijd om te checken wie de beste connectie heeft. We zeggen elk om de beurt, zodat er niet vals gespeeld kan worden. Eén woord met het onderwerp dat het koppel, het duo, het dichtste bij jou zegt. Dus jullie mogen een onderwerp geven, dan mogen wij 3 woorden zeggen. En als we 1 keer hetzelfde woord zeggen, krijgen we een punt. Dieren. Wat? Dieren. Onderwerp dieren. Oké, dat is mooi. 3 woorden. Ben je klaar, Laura? Ja. 3, 2, 1. Panda. Oh. Waar? Panda en hond. Hoezo panda? Oké. Hoe kom je op panda? Gewoon random. 3, 2, 1. Poten. Maar Trix heeft toch niks met panda te maken? Ik dacht ook aan Trix. Met hond. Maar niet met panda, moet met allebei iets te maken hebben. Ja, waarom? Ik word woest. Ik ga het uitmaken. Ja, Trixie heeft dezelfde voet als de panda. Dus Trixie en poten. Hoe kom je zelf op poten? Omdat een panda en een hond poten hebben. 3, 2, 1. Wandelen. Klauwen. Toch gewoon wit? Klauwen. Ja, oké, Laura geeft de camera maar door, onze connectie kan niet. Geen connectie. Onderwerp voor Ize en Jasper, wereldbol. 3, 2, 1, laars. Wow, laars van Italië. Dat is goed. De laars. Waarom ben je laars? Het moet te maken hebben met een laars en België. Ah ja? Ja, ja. Makkelijk hè? Zijn klaar? Ja, makkelijk. 3, 2, 1. Regen. Regen en schoenen. En regenschoenen telt niet. Ja, oké, ik weet iets. 3, 2, 1, nat. Ja! Oh, ik ging nat zeggen. Ik ging ook nat zeggen. Ik nat ook, ja. Oh, sorry. Laura en Michiel zijn een onderwerp aan het zoeken ook. Ja. We weten het. Sociale media. Sociale media. 3, 2, 1. Instagram. Ik ging ook Instagram zeggen. Oké, maar nu zit het erop. Voel het. Echt? Oh, ik heb nog niks, hè. Bram, waarom denk jij zo lang? Ja, oké. 3, 2, 1, TikTok. You stupid. Ik wist dat je TikTok, ik wist dat ze TikTok. Ik heb geen TikTok, hè. Ik denk dat niet aan. 3, 2, 1, challenge. Yes! Come on! Bruno! Yes! Punt voor ons. Yes! Nederland! Op onze bestemming en Michiel heeft een nieuwe challenge. We gaan dus kijken naar een voetbalwedstrijd en elk duo mag nu de wedstrijd voorspellen door 1 uitslag te zeggen. Wie er na de wedstrijd het dichtste bij zit, die krijgt ook een punt. Oké. Kan een belangrijk punt zijn. Iedereen is het aan het bespreken met hun partner. Ik heb een serviet in mijn hand. Oké. Als die is 4-1, dit is 3-1. Oké, jij zegt links of rechts? Links. Links, 3-1. Oké, 3-1. Wij gaan voor 3-1. Oké. Wij gaan voor 5. 5-2? Ja, niet zoveel schoenen. 5-1. En jullie? 4-1. 4-1! Oh! 3-1, 4-1. Nee, 5-1. We zijn eindelijk binnen geraakt, maar nog niet helemaal, want de meisjes hebben parfum. Kan je zeggen parfum? parfum. Parfum, ja, iedereen zegt dat zo. Parfum. Parfum, maar dat mag niet mee naar binnen. Deodorant. Deodorant, dus wij mogen nog niet de trap omhoog. Daar staan ze dus te overleggen. Jasper, anders gaan we wel als tweede wedstrijd gaan kijken. We zijn binnen en allee, het is wel raar hoor, om te volgen met jou, Frank. Ja. Maar kijk, we gaan er... Wat zou onze YouTube-naam zijn? Ik denk... C'est brrr. Wajo, dit is echt wel... Oh, we hebben zetels! Wajo! Zeteltjes! 11 tot 17. Oh, maar we moeten naast onze partner van de dag zitten. Oh. Lara, ik bedoel Marientje, kom eens hier. Wow, hier heb ik wel genoeg ruimte. Oh, wat mooi hoor. Ik heb een challenge. Op het scherm komen. De challenge. Brouw. Wie op het scherm komt, krijgt een puntje. Wie op het scherm komt, krijgt een punt. Brouw staat hier te dansen. En daar beneden, daar is de cameraman die ervoor zorgt dat je op het grote scherm komt. Hoe is hij weg? Oh, dat is teleurstellend. Ah ja, nu gaat hij Bram zien. Ja. Oh, hij heeft gekeken, maar hij is niet geïnteresseerd in ons. Bram, blijven dansen. Hij gaat ons pakken, denk ik. Gaat hij ons pakken? Nee, hij pakt daar mensen. Celine staat nu te springen met het shirt van Ajax. Maar hij is weer weg. Hij is weer weg. Ah, ik had er wel even geloven dat het ging lukken. Ik ook, maar het kan nog. Het kan nog. Ja, want nu is het scherm niet meer met supporters. We zijn even teruggekeerd, want we gaan iets eten. We hebben net eten besteld. Jasper, Bram en ik, de boys dus. Maar we hebben een leuke challenge. Wow, dit is beter. Hier is de saus. Er zijn 3 keuzes. Mosterd, ketchup of frietsaus. Wij weten niet wat onze partner van vandaag wil. Dus wij gaan saus doen op ons eten. En wie het juist heeft, die krijgt een punt. Ja? Ja, het is een challenge. Okay. Hey, ik pak ketchup. Ik eet dat zelf liefst. Die kiest gewoon voor hemzelf. En wat ga jij doen, Bram? Dan ga ik ook voor ketchup. Ik weet totaal niet wat Laura graag zou hebben. Maar ik heb ook het liefste ketchup. Dus voor de zekerheid ga ik ketchup nemen. Want stel dat ik mosterd neem, dat heb ik zelf al niet graag. En als Laura dat ook niet graag heeft... Nee, er is geen mayonaise. Ah jawel? We zitten in Nederland. Frietsaus lijkt er een beetje op, ja. Wacht, moeten we dat eens testen? Oh. Oh ja, dat lijkt wel op mayonaise. Nee, zijn er nieuwe... nieuwe pool. Oké, kom, we gaan dat doen voor het kou is, hè. Ja, en op de jij mag eerst... Ja, erop, hè. Op alles. Jasper, hoe traag ga je? Hé, dat is zoveel! Ja, maar ja, maar nee, dat is weer alles. Dat is weer alles. Ik ga voor de belastingkamer frietsaus. Frietsaus? Voor Celine? Doe maar. Oh, die heeft dat nog gedaan hoor. En ik ga ook voor ketchup. Oh. Er kunnen punten gescoord worden. Er was frietsaus, mosterd of ketchup. Wat zou jij kiezen? Ketchup. Oh, punt voor... Kiezen? Wat zou jij kiezen? Twijfel, maar ketchup is ook goed. En wat heb je? Ketchup. Oh, en Laura, jij? Zeg alsjeblieft ook. Frietsaus. Marientje. En lust je ketchup? Smakelijk hè, Marientje? Dank je, Tolleke. En ze heeft toch frietsaus van Bram gekregen. Dank je, Bram. Delen. Ik heb een nieuwe challenge. Het koppel met het grootste lengteverschil krijgt ook een punt. Nee, dat is niet. Dat gaan we echt niet doen. Dat is echt gek eigenlijk. Maar hoe groot ben jij? Ja. 1,72 meter, maar voor een meisje wel. Ja, dat is gewoon normaal. Ja. Dus... Is 2,10 meter niet normaal dan? Jawel, we waren over Lara bezig. Ah. Dus jullie schelen 38 centimeter. Ik denk dat Bram en ik even groot zijn. Ja, jullie zijn even groot. Ongeveer. Bram is groter, 1-2 centimeter groter. Een beetje. Ja. En jij en Ize? Maar de sfeer zit niet zo goed tussen jullie, heb ik het gevoel. Ja, we zijn aan het eten. We zijn groter dan mij. Ja, Ize is groter. Je bent te klein. Klein duimpje. Nu komt het echt gezellig. Hartstikke gezellig. Vind je het nog leuk, Jasper? Ja, heel leuk. Jasper moet zijn eigen YouTube-kanaal hebben, denk ik. Ja, heel leuk. Hoe zou dat noemen, mocht je een eigen YouTube-kanaal hebben? Jappies. En dan met tussen video's zo, yo, jappies. Hallo, jappie. Yo, jappie. Chelsea FC. Hallo? Wil je de video? Ja, ik wil de video. Oké, en wat is jullie voorspelling voor de wedstrijd van vandaag? Ja, wat denken wij? 3-1 Ajax. Ja, ah, net hetzelfde als ons. 3-1, ja, dat heeft Bram ook gezegd. 100%. Voilà, zijn jullie broers? Nee, wij zijn vrienden. De meisjes komen met drinken, er vallen punten te winnen. Maar wat is jouw lievelingsdrap? Fanta. Fanta? Cola Zero. Cola, en ik denk dan hier normaal drink ik water. Ja, hier zal het frisdrank zijn, dus ice tea. En dan word je... Daar zijn ze! Ise, wat heb jij mee voor Jasper? Fanta? Ja, is correct, yes. Correct. Een punt. Wat heb jij mee voor Bram? Cola Zero. Wat? Alles bij hen is afgesproken. Wat heb jij mee voor mij? Een Fuse Tea. Ja, Ice Tea, ja, dankjewel. Dat is ons eerste punt. Hey. Op ons eerste punt. Santé. Santé. Alsjeblieft. Ja. Hoe vind je zo iets minder kilo op de dag? Ja, anders. En jij wist je me al. Ja, we zitten wel naast elkaar, hè? Dus ja, eigenlijk. Kijk, wat hier is Laura en hier zit Silly. Bram is aan het kijken naar andere meisjes op het land. Mooie meisjes. Ik ben naar de opstelling aan het kijken. Ah, de opstelling. Ik dacht naar de foto's. Ook, hè. En we krijgen ook een optreden van Emma Heesters. Wauw. Ken je dat liedje? Die ken ik ook wel niet. Ik ken wel een rendezvous. Ja, en zwaartekracht is ook gedaan? Ja. Ja? Oké. Die meneer stond hier het rechts aan mijn zagen. Ah, oké. Ja, dan moet je dat zeggen, hè. Jij moet dat doen. Ja, maar ik zag dat niet, hè. Sorry, ze. Wajo. Mooi, hoor. De wedstrijd gaat beginnen. Hopelijk 4-1. Daar hebben we een punt. Nee, 3-1. Een vrouw heeft gewoon een foto getrokken van een vrouw. Ja, dat gebeurt. Als... Laura is dat niet gewoon en dat ze wel haar vriendje foto's pakken. Ja, dus mensen die foto's nemen zonder te vragen, je kan het ook gewoon vragen. Oh, schot van afstand. Oeh. De wave is zo terug. De wave is zo terug. Hij komt, hij komt. Oh, de counter! Ajax, counter! Come on! Come on! Come on! Nee! Nee! Dat was echt een grote kans, hè? Ah nee, je bent niet meer lief vandaag. Nee. Ajax! Marietje! Oh, ze zijn hier, ze zijn hier. Dit is de laatste kans van de eerste helft. En krijgen we nog een hoekschop? Nee, het is rust. Het was wel een teleurstellende eerste helft. 0-0. Hopelijk de tweede helft beter. Daar zien we de toekomst van Ajax. De jonge damesteams. Het wordt mij stil, want het is 0-1 geworden voor Feyenoord op een hoekschop. 2 minuten bezig in de tweede helft en ik denk dat het een on-goal is. Was het een on-goal, denk je? Ja. Dat is een replay. Ja. Oh, kans. Oh! 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 Hij zit erin! 1-1! Mooi doelpunt voor onze neus! Goeie voorzet, goede voorzet. Oeh, corner. Ja, er zit meer actie dan in de eerste helft. Ja, beter. De laatste minuten. Goeie bal, goeie bal. Oh nee. De laatste minuten. Kan toch niet dat 1-1 eindigt? Nee, nee. Onze pronostiek gaat niet worden. Nee, 4-1 wordt het niet. Als het 1-1 is, heeft niemand gelijk, vind ik. Nee, vind ik ook niet, want je moet toch sowieso de winnaar hebben. Ja, we moeten een winnaar hebben. Nee. Als het 2-1 is, acceptabel. 3-1. Replay, zij keer wie dat dichtste bij wint. Wie er na de wedstrijd het dichtste bij zit, die krijgt ook een punt. Wat vinden jullie? Laat het weten in de reacties als... Puntje voor Zwolle! Oh, ze zijn daar, ze zijn daar! Goeie bal! Oh, Hans! Schieten! Schiet! Ja! Oh! Ulysse was niet normaal. Wat een wedstrijd. Laatste kans, kom maar Ajax. Kom maar. Oh. De wedstrijd is afgelopen en Bram gaat een truitje vragen. Bram gaat een truitje vragen. Wat vind je daarvan als partner? Eigenlijk heeft hij al een truitje. Hier, zijn eigen vrienden. Hij is niet blij. We moeten het wel zeggen hoe het is voor een challenge. De twee partners staan beneden, wij staan hier samen. Hey! Dus een extra punt voor ons. Hey! Dat was de moeite. Moeite? Ze staan bij andere meisjes te praten. Ze staan bij andere meisjes te praten. Maar nu Bram, ja, toch staat de bedrieger naar beneden. Niemand heeft dat gezien. Bram is toch niet geïnteresseerd. Nee, en daar ga ik het doen. Bedrieger! Run. Daar staat Jasper te praten met de speelster van Ajax, Bram ook. Maar ze is niet geïnteresseerd. Lisa, wat zeg je daarop? Ja. Jouw partner. Kijk, Jasper op de beest. Jasper op de beest. Ja, daar is Jasper. Jasper is op tv. Bram en Jasper. Bram is de hele tijd aan het praten, hè. Bram en Jasper hebben het opgegeven. Ze komen terug zonder een shirtje. En nu vragen ze die bal. Ah nee, de jongen vraagt om een handtekening op die bal te zetten. Oh. Ondertussen zitten we terug in de auto. Van achter is Jasper. Bram is wakker, maar Jasper is aan het slapen. Waar is hij? Ja, dat... De eindstand was dus 1-1 en dat wil zeggen dat niemand een punt heeft verdiend. En nu gaan we terug naar België. Ja. En dan is het tijd voor nog een challenge. We zijn terug in België. Eindelijk 3 uur heen, 3 uur terug. Nu is het tijd voor een tijd. Heel veel tijd. We hebben ons toch zo gezet. Is iets gezelliger. Hoe vonden jullie de match? Ja, het was alright, we hebben net een short opgenomen, check die zeker. Maar de video van vandaag zit erop. Yes, daar iedereen. We hebben opnieuw energie van de short. Onze vraag is natuurlijk, wie heeft deze challenge gewonnen? Laura en ik hebben de meeste gewonnen. Laten we even de reacties zien. Hier de winnaar is van deze challenge. De handshake. Ja, die was handshake, natuurlijk. Weet iedereen die nog? Wat was jullie handshake? Ja, easy. Kom op. Oei, oei, oei. Zuur. Zuur! En actie. Connection closed. I, ai, oei, ai. Dus laat weten in de reacties wie deze challenge volgens jullie wint. Sowieso Michiel en Laura. Bedankt voor het kijken. En goed nieuws. De video zit erop. Ah, zeg ik Bram weer vastpakken. Maar, wij zien jullie in de volgende video. Peace. Ah, dat toch.